Avonds Doornloos. Wat betekent dat eigenlijk een beurs? In de vogelwereld. Ja, de beurs in de vogelwereld is de kans voor kwekers en handelaren om vogels te kopen en vogels te verkopen. Dit doen we bij voorkeur aan het begin van het kweekseizoen. Dus dat is in het begin van het jaar. In mei leggen alle vogels een ei. Of behalve de? Behalve de koekoek en de griet volgens mij. Want die leggen, die leggen niet. Of zo. Zo kievit, is het in ieder geval. Of de kievit, ja precies. Zo is dat. Ja, ja. Nee, dus dan hebben we in het najaar zijn dan altijd de tentoonstellingen en dan worden de vogels gekeurd. En daarna weten dus de kwekers wat goede vogels zijn, wat slechte vogels of minder goede vogels zijn. En ja, de beste hou je, daar kweek je mee verder om zo goed mogelijk vogels te krijgen. En de rest die wissel je uit met collega kwekers of particulieren die graag een vogeltje willen hebben. Zodat je vers bloed krijgt en mensen nieuwe koppeltjes kunnen samenstellen. Okay, anders krijg je natuurlijk inteelt, hè? Anders krijg je inteelt, ja. Dus het is van belang om telkens nieuwe vogels bij je vogels in te kweken, zeg maar. Zoals eigenlijk ook in de natuur zou gebeuren. Ja, en je kan ook op kleuren kweken ook, hè? Ja, er zijn in de honderden jaren dat mensen vogels houden, zijn er kleurmutaties ontstaan. Zoals bij de kanarie heb je, ja, je hebt geel, je hebt wit, je hebt bruin, je hebt groen, je hebt grijs, blauw bij wijze van spreken. Het zijn allemaal natuurlijke mutaties. En ja, die worden, omdat ze in gevangenschap gekweekt zijn, worden vastgelegd. En die kun je inkweken. En dan moet je ook nog een beetje verstand hebben van vererving. Want een vogel die groen is, daar kan er grijs uitkomen. Maar als je dat niet weet, dat dat erin zit, ja, dan kom je soms wel eens voor verrassingen te staan. Dan heb je een nestje met vogels en er zitten zomaar een paar andere kleurtjes bij. Ja, maar een kanarie moet toch geel zijn? In de natuur is hij niet geel zelfs. In de natuur is hij groen-bruin, zeg maar. En die kleuren zijn opgesplitst in groen en in bruin. En ja, tegenwoordig zijn er dus ook gele en wit en andere kleuren. Ja. Hoeveel soorten vogels hebben jullie hier op de beurs staan? Hier op de beurs schat ik dat er een dertigtal soorten zijn. In diverse kleuren, zoals bijvoorbeeld in zebravinken. Er zijn kleurslagen en kleurcombinaties. Daarvan hebben we er een stuk of 4, 5 hebben er minimaal staan. Zoals zwartwang, bleekrug en combinaties daarvan. Dus voor de liefhebber is er aardig wat te kiezen, zeg maar. En wat is de hoogste prijs die wordt geboden vandaag? Dat weten we niet. Dat is altijd een beetje afhankelijk van het publiek en ook van de vogelsoort. Er zitten hele dure vogels bij die vrij zeldzaam zijn. Dat zijn meestal de grotere parkieten en de grote vruchteninsecteneters. Ik heb volgens mij iets voor prijs van €500 net ergens zien staan. Maar ik weet niet of dat de hoogste is. Maar zijn jullie eigenlijk nou niet te laat? Want het is 1 mei. Er zijn al een heleboel mensen bezig met vogels. Er zijn ook al mensen die al hier al jonge vogels staan. Die al gekweekt zijn. Als kweker maak je dus al een keuze van... Dat lijkt me een goede vogel, die hou ik. En de kleuren die je niet wilt, die eruit komen. Of vogels die je denkt, van, nou, die is net iets minder, die verkoop je dan. En ja, dat is een continu proces gedurende het jaar. Want kijk, vogels die hebben een wat kortere levensduur dan bijvoorbeeld mensen. Ik bedoel, dat varieert van een jaar of 5 tot 8 tot langer bij de grote parkieten en papegaaiachtigen. Dus je hebt ook een bepaald natuurlijk verloop. Nou is het zo dat ze in gevangenschap wel veel ouder worden dan in de vrije natuur. Maar toch heb je ook een bepaald natuurlijk verloop bij de vogels. Dan hebben jullie ook de tentoonstellingen? Wanneer hebben jullie de eerstvolgende tentoonstelling? Dat is altijd in oktober bij ons. Dan hebben we de plaatselijke tentoonstelling Lutjebroek. En daar zit in de dus pauze is dat? In de pauze, ja. Ja. En dan, daarna is meestal het seizoen dat het district wordt georganiseerd. Dat is het kampioenschap van Noord-Holland, zeg maar, of van de provincie. En dan was er altijd in januari, februari, is altijd het Nederlands kampioenschap. En soms ook het wereldkampioenschap. Het wereldkampioenschap wordt wel elk jaar gehouden, als er geen corona is. Alleen niet elk jaar hetzelfde land. Dat varieert natuurlijk. Ja. En we hebben een aantal jaar geleden een wereldkampioenschap in Nederland gehad. Dat is dan heel makkelijk. Omdat... Was dat in Zwolle? Dat was in Zwolle inderdaad, ja. Ja, ja, want het is natuurlijk wel... Alle vogels die moeten natuurlijk gecontroleerd worden op gezondheid. Voordat ze überhaupt mogen meedoen.
Ja. En ja, dat is best een kostenpost voor de meeste liefhebbers, zeg maar. Ja. Of vooral als dan nog naar het buitenland ook getransporteerd moet worden. En dan is zo'n kans... is leuker als je wereldkampioenschap in eigen land hebt, zeg maar.